Zo, mooi. Even je armen naar je neer. Dan ga ik je buik schoon poetsen. Zo, je zit op school, neem ik aan. Ik ben al direct met Michel. Zo in de camera, dan kun je meer missen. Hè? Dan lijkt het net of niet gebeurd. Hè? Nee, middelbare school. Zit hier bij een brugpieper. Ja. Oh, veel. Oh, wel flink hoor. Kan eens tegen spuiten. Mooi was hij, moet pijnlijden, zeggen ze wel eens. Die bakje. Kijk, mama zegt natuurlijk mooi. Nee. Klem mee tegen, want eerst een trickje om dan valt het wel mee. En daarom heb ik geen zin meer. En je moet gewoon schieten, iedereen stapel. Huh? Iedereen stapel. Ja, ik red het niet meer, ik ga het ervan volgen. Ga je er gelijk achter naar Ik red het wel. Ja, dan nou ga je lekker even daarheen dan. Daar heb ik geen zin in eigenlijk. Ja, ja. Je moet op de stoel blauwen of niet. Maar als je ernaast staat en je weet niet dat je je niet lekker gaat voelen, dan kan je beter daar. Ja, dus je hoeft niet te wachten met dit. Goed, dankjewel. Ja, daarom geef je achter mijn boekjes. Dat is wel weg. Dat kan ik net. Nu nog steeds zeer. Dat is een beetje verdoving. Ja, dat maak ik met je dorst mee. Dan die andere gooi ik ook achteraf. Nee, dat is zaterdag. Het is zaterdag voor 25 altijd bij de aanbieding. Zaterdag voor 25 bij hem eruit halen. Oh nee, dat is zo makkelijk wel. Dat is wel makkelijk. Ja, daarom. Ik ook. Zo. Zo, dus hebben we een brugpiepertje. Feut noemen ze dat. Dat is op de moet je hoog in, toch? Is dat hoog? Ja, ja. Ja, dat is het. Nu ben je bang. Ik weet. Je voel je het alweer in de avond niet meer. Nee, zie je die witjes trouwens? Of zie je dat even blikjes? Nee, niet altijd. Een beetje zenuw of zo. Maar je had ook een boterhammetje moeten eten vanmorgen. Dat is niet gedaan. Nee. Suf, het leg ik je aan het vanuitje neer. Ja, oké. Heb je al verkeering of niet? Nee. Ja, komt het? Zitten er geen leuke jongens in jouw klas? Sugar. Voel je niks van hem? Nee. Ja, dat valt allemaal toch hartstikke mee. Niet dan. Doet het zeer? Oeh, dat voelt wel raar. Ja, ik zit in je buik te trekken en doe geen zeer, hè? Ja, daarnaast. Eén navelpiercing. Zo, hij zit al. Is dat wat het is? Nee, dat niet. Maar je kunt het niet maanden. Dat vind ik wel. Het lichaam herstelt dat. Je wil dat dan toch altijd dicht maken, hè? Mooi systeem. Wat je moet doen, is het volgende deel aan. Die plakkenaars, jij ziet het op morgenochtend. Morgenochtend trek je er vanaf en dan spring je onder de douche. En ik ga je gewoon douchen, dat is altijd. Dat is gewoon sleep, shampoo, alles mag je gebruiken. Het mag ook gewoon langs je piercing lopen. Als je maar niet echt met je zeep gaat staan in zeepen, dan moet je langs op. Nee, dat ik al van iemand anders gehoord dat het goed uit moest wassen of zo, want anders ging het ontsteken. Ja, ik ga je helemaal uitleggen hoe je het moet doen. Wat je van anderen hoort, hoop ik dat je dat niet van anderen vergeet.
Ja, want dat komt heel vaak uit de tatoewereld. Met alle eerbieden en respect van die gasten zijn die opgeleid niks en dan kan het wel heel veel kwaad tegen. Dus je volgt de adviezen van ons op. Denk je dat er iets niet goed gaat, bel je ook met ons of er komt langs. Maar je gaat niet overleggen met je vriendinnetjes hoe je het beter kan oplossen. Want dan komen we in een scenario waar niemand op zit te wachten. En dan moeten wij de problemen weer gaan oplossen. Dat vind ik op zich niet erg, maar vaak hou je dan die tekenweefsel over enzovoorts. Dus wat je vriendinnetjes roepen is leuk. Zodra die afgestudeerd zijn met dezelfde richting als die ik heb, dan mogen ze er wat van zeggen. Tot die tijd moeten ze, denk ik, maar gewoon zich beperken te leuk kijken. Oké. Okay. Yes, allemaal duidelijk? Goed. Ja. Oké. Okay. Nou, maar hoe heb jij goed gehouden, joh? Ja. Als ik dus nou gewoon naar de huisarts ga, die zal hetzelfde vanaf de halen zien. Ja. Ja? Yes, heb ik mogelijk een naampiercing. Hoezo? Voor mijn moeder is dat nu vaak en daarna in de huisarts en daarna mag ik. Als je zegt dat je morgen een afspraak kan krijgen. Het is nu vanmiddag. In mijn teleur. Kijk, dat is natuurlijk een hele ouderwetse huisarts. Die vindt de piercing op voorhand van ik zie van me gelijk uit de stoel. Stoort piercing hoor al. Nu moet ik er gelijk. Nou, noem maar filmen. Dat kan ik niet. Dan kan ik wachten tot de pil. Dan moet je gewoon niet letten nemen. Hoe zou ik wachten tot de pil? Ja, dat ga ik zeker weten. Hoe oud ben je dan? Nee, dat kan niet. Met 12 zou ik het nog niet doen. Dat mag vanaf 12. Dan hebben we de oude volgende.